Terwijl we naar binnen lopen, zie ik boksen met lagen. En ik denk, nou, dat zijn net konijnenhokken. En ik kijk in die konijnenhokken en er steken allemaal voeten uit. En op de grond stroomt een zeik van al die duizenden gevangenen. Maar wat je vooral hoorde in de tunnel, in de schacht waar geslapen werd, dat was één jammeren en weeklagen van stervenden en zieke mensen.